Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik je laten zien wat we allemaal eten deze week. Het is niet heel veel qua avondeten, omdat we nog best wel veel over hebben deze week. Omdat we gebarbecued hebben een aantal keer. En omdat we gewoon nog best wel veel dingen op voorraad hadden. Ga je mee luisteren? Hoi mama. Nice. Oh, pas op, je loopt bijna in de waterbak. En het is ook gewoon ontzettend warm. Het is de eerste dag van de hittegolf. Oh. Nou, even allemaal hoi zeggen. Hoi. Oké, dan mama vertellen, hè. Dus de eerste dag van de hittegolf en ik heb echt hekel aan het koken als het warm weer is. Dus ik ga snel laten zien, want er zijn ook een paar dingen in die snel de vries in moeten. Vanavond eten we dan dus hamburgerbroodjes met boerensalade en hamburgertjes. Lekker simpel, snel klaar. Ga ik tegelijkertijd ook alvast de pasta en de kip koken voor crème met crème fraîche. Want dat eten we dan morgen samen met ananas, zodat ik dat alleen maar op te scheppen. Want we hebben morgen moebruk zwemmen en dan zijn we laat thuis. Hoef ik niet meer te koken, dus lekker snel klaar. Woensdag eten we burritos. Nee, woensdag eten we spinazie met ei, maar dat heb ik allemaal nog liggen. Donderdag eten we dit pas, want donderdag moet Logan afzwemmen. Dus dan kan ik alvast de gehakt mix klaarmaken. Dan hoef ik alleen nog met de refs even op te piepen. En dan hebben we ook makkelijk eten, wat Logan niet wel heel erg lekker vindt. Dan heb ik vrijdag nog lasagne. Als avondeten staat ook nog in de vriezer. Zaterdag hadden we snackavond en zondag hebben we weer een barbecue. Dus of zaterdag is frietavond moet ik zeggen. En zondag hebben we weer barbecue. Dan heb ik nog geraspte kaas natuurlijk bij de burrito en bij de pasta. Ik heb extra tonijn gehaald als mijn proteïne source voor deze week voor mijn salades. Extra komkommertje gehaald, want dat vinden die kinderen ook lekker. Ik heb pannenkoeken gehaald, want Logan viert vrijdag zijn kinderfeestje. En dan komen ze vanaf 12 uur bij ons uit, gelijk vanuit school. Dus dan kunnen we pannenkoeken versieren en opeten. Champignonnetjes gewoon voor tussen de middag, bij mijn eitje of wat dan ook. Boterhamborst was bijna op. Nee, zoals jullie weten zijn mijn kinderen gek op van die voorverpakte broodjes in de rotzooi die ze makkelijk mee naar school kunnen nemen. Deze zag ik staan, dat is ready to eat nachos. Ik ben een beetje voor de zoute snacks gegaan deze week, omdat ik dacht, zout houdt vocht vast en dat is goed. Dus ik ben benieuwd wat dit wat is. Ik heb ook in ieder geval genoeg drinken in huis gehad. Hier flesjes, Saskia water en 20 pakjes drinken. De kinderen krijgen deze week dubbele doses drinken van mij mee. Zodat ik zeker weet dat ze genoeg vocht binnenkrijgen. Kaasdippies vinden ze altijd lekker. Wat chocoladekoekjes. Zouten nootjes vinden de kinderen ook lekker. Dat vind ik ook heel fijn. Deze dacht ik, die kan ik wel in hun trommeltje doen. Of gewoon voor een snackje. Chipjes. Ik haal echt zeer weinig chipjes in huis. Maar als het heel warm is, vind ik het echt lekker om wat zout te eten. Dus nou ja, hè. Extra appeltjes en banaantjes. Want mijn fruitmand werd steeds kleiner en kleiner. Tomaatjes. En dan weer alle chocola als avondsnackding. We hebben ook een keertje vla gehaald. Want wij eten echt nooit geen vla als toetje. Maar ik had gewoon zin in wat kouds en iets simpels. Dus dacht chocoladevla. We hebben nog slagroom over van de barbecue. Dus wie weet wat dat is. En ik zag deze ijsjes, die leek me ook allemaal geweldig. Die moet echt heel erg snel terug in de vriezer. Maar de kinderen vinden dat natuurlijk helemaal geweldig. Dus die hebben we dan ook op voorraad. Dus al met al weer het merendeel aan snacks. En niet zo heel veel aan avondeten. Maar zo komen we er wel. Dat was het weer voor deze video. Vinden jullie dit soort shoplogjes nou handig? Geef dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doeg! Ga ik dan door de camera. Wat wil je zeggen? Ik vind jou zo erg lief omdat je zo'n leuke vloggen maakt. Oh, dat is een keer.